President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren zondag 24 maart teruggekeerd uit Guyana, waar hij met zijn ambtgenoot Irfan Ali gesprekken gevoerd heeft over de bouw van de brug over de Quarantainrivier. De twee staatshoofden hebben hierna een gezamenlijke verklaring uitgebracht. Ze bevestigden het belang van de brug voor regionale integratie en economische groei. Het verantwoordelijke team van ministers zal verdere discussies voeren over prijzen, financiering en operationele modaliteiten met duidelijke tijdlijnen voor afronding. Presidenten Santokhi en Ali roepen begin mei 2024 het platform voor strategische dialoog en samenwerking bijeen om andere strategische gebieden te bespreken.